Bonjour, messieurs et mademoiselles. Een Frans klassiekertje. Oh oui, oui. Soep à l'oignon gratiné. Gegratineerde Franse uitsoep. Lekker, man. Vergeet je vriendinnetje, vergeet je vriendje, je man, je vrouw, je kinderen, je huisdier, je favoriete hobby. Want vandaag ga je alle liefde die jij in je hebt stoppen in je oignons. Maar voordat we alle liefde die we in ons hebben aan ons ui geven en voordat we de ui gaan uitkleden en betasten, moeten we de ui wel eerst even beter leren kennen. De Romeinen hebben de uien meegenomen uit Egypte en die verspreid over heel Europa. Ben je op dieet? Vreet gewoon een ui, want er zitten bijna geen calorieën in en geen vet. Uien zijn fucking gezond, ze hebben een antibacteriële werking, kunnen helpen tegen schimmels en kunnen preventief gebruikt worden tegen sommige virussen. Ui, fucking gezond. Tijd om heel veel liefde te geven aan onze uitjes. Uiensoep, wat gaat daarin? Uien. Kijk, we gebruiken meerdere uien. We gebruiken niet één soort ui, we gebruiken allemaal soorten uien. En waarom gebruiken we allemaal verschillende soorten uien? Elke ui zorgt voor een andere laag smaak, voor een andere structuur. De smaak van de gele ui is heel licht bitter, heel licht zoet. We gebruiken ook een rood uitje. Deze heeft een wat diepere smaak, heeft ietsjes meer bitter. We gebruiken ook een zoete ui en dat zegt het al, zoet. We gebruiken ook heel veel shallotjes, die brengen een hele diepe smaak. En ook een beetje scherpte. We beginnen met de eerste laag uien en die gaan we karamelliseren en die worden helemaal zacht. En daarna voegen we weer een andere laag uien toe. Dus we brengen allemaal verschillende soorten structuren in onze soep. Het wordt een hele ingewikkelde soep. Als deze soep een persoon zou zijn, dan zou die perfect zijn voor de psycholoog. Zo complex wordt die. We gaan al onze uitjes gaan we schoonmaken. En iedereen weet dat als je een uitje schoonmaakt, dat je dan tranen uit je oog krijgt. Als jij een ui gaat snijden, komt er een gas vrij en dat heet synpropantiaal S-oxide. En als het in aanraking komt met oogbalvocht, dan moet je huilen. Zorg dat je een fucking scherp mesje hebt. Je snijdt het topje eraf, het kontje eraf. Snijd hem één keer door het midden en dan pel je de ui. Pak je zo het buitenste laagje beet. Kijk, zo eraf. En heb je één half ui. Bam. Topje eraf, kontje eraf. Ik voel wat aan mijn oogbal. Laagje eraf halen. Bam. Gebruik je 7 normale gele uien. Die ga je nu in stukjes snijden. Zo dun mogelijk te snijden. Ja hoor. We gaan tranen. Oh my god. Dit waren al je gewone uien. Je gaat nu door met je rode uitjes. Topje eraf. Je snijdt het kontje eraf. En je pelt hem. Je gebruikt 4 rode uien. Hallo? Ga ze rustig zoeken. Dat is normaal, joh. Dit is gewoon een soort zelfmarteling. Oh my god! Alright, Nick, je bent er bijna. 1 bak gesneden rode uien, ook gewoon helemaal klaar. Zoete uitjes. Wat een kut idee was het, zeg. Gaat het? Ja. Zoete uien, ook helemaal klaar. Kijk. 20. En nu begint het leuke. We gaan 20 shallotjes gaan schoonmaken. Echt leuk. Zo. De hele ogen staan echt in de fik, jongen. We gaan onze shallotjes snijden. Je bakt het shallotje door de helft. Einde van mijn leven. Oh nee. Maar geloof me, jongens. Dit is aan het einde van de rit. Is dit het allemaal waard? Tyfus. Laatste shallotje. Shallotjes klaar. Oh my god. Mijn oogbal brandt uit mijn hoofd. Je hebt hier allemaal bos lenteuien. Wat doe je? En doe je zo. Bam. Allemaal eraf. Helemaal opsnijden. Al het groene ga je ook opsnijden. Heb je hier nog een bossie? En die doe je zo in een bakje. We gaan ons uitje karamelliseren. Daar is heel veel geduld bij nodig. Daar is heel veel liefde bij nodig. Want we willen al het goede wat in de ui zit, willen we eruit halen. Je zet even een pan op met een hele dikke bodem. Je hebt hier 100 ml zonnebloemolie. En dat flikker je gewoon zo in een pannetje. En nu gaan we lekker boter toevoegen. Waarom doen we olie en boter erin? Olie voor de hitte, boter voor de smaak. Lekker, man. Wees niet bang voor de hoeveelheid boter die in dit pannetje gaat. De boter zorgt voor de liefde. Dus doe het nou maar gewoon. 200 gram boter gaat gewoon in dit pannetje erbij. Omarm het zwembadje vet
wat hier in je pan zit. Want, wat gaan we doen? Dit zijn 7 gele uien. Dit zijn je gewone uien. Dit is de basis voor je uiensoep. Je gaat ongeveer 5 uien ga je hierbij doen. Dat is ongeveer 3/4 van dit bak ga je erbij doen. Dan heb je hier 4 rode uien gesneden. Die flik je gewoon allemaal erbij. Hier heb je 5 gesneden zoete uien. En daar doe je ongeveer 3 uien. Doe je gewoon zo in de pan erbij. En dan gooi je 1,5 theelepel zout erbij. Zo. Laat je dit gewoon op een heel laag vuurtje, 15 minuutjes staan. Beste uiensoep die je ooit gegeten hebt. 15 minutes later. Dit is glazig, dit is transparant, dit is de goodness die je wil hebben. Het is nu al een beetje zoet. We zijn nu aangekomen op de 3e verdieping van onze uienflat. De shallotjes. Je gaat de helft van alle shallotjes die je hebt schoongemaakt, ga je nu bij je uienmengsel gooien. Dus de helft ga je ongeveer erbij gooien. En heb je hier het dakje van onze uiensmaakflat. De helft van je bosuitjes, die flikker je ook gewoon zo in de pan. Alle smaken met elkaar mengen. Ho. En introduceer de uitjes gewoon lekker aan elkaar. Hé man, ik ben een Charlotte. Hé man, ik ben een bosui. Hé, ik ben een gele ui. Hé, ik ben een rode ui. Alles goed, wij zijn vrienden. Hé man, hoe gaat het? Wij wonen samen in deze flat van smaken. Je zet je allerlaagste vuurtje aan, pakt een vlamverdeler, die zet je erop en dan pak je je pan en die zet je op je vlamverdeler. En je gaat eigenlijk ervoor zorgen dat al je uien op een heel laag temperatuurtje, op een heel laag pitje gaan karamelliseren. Want we geven heel veel liefde aan het pannetje en we willen uiteindelijk het liefde ook weer terugkrijgen. Het karamelliseren van je uien betekent dat al het suiker wat in je uien zit uit de uien komt en dat gaat heel licht smelten met je uitjes. Dus je krijgt straks een lekker zoet uitje. Zorg er nou voor dat als je je uien gaat karamelliseren, dat je het niet op te hoge temperatuur doet, want dan verbranden de suikers en dan wordt je soep bitter. En je laat dit gewoon 1,5 à 2 uur heel langzaam karamelliseren. Af en toe loop je even terug naar de pan en dan ga je, hey jongens, hoe gaat het? Ik ga even roeren, zo, even roeren, even roeren. En geloof me, dit wordt de moeite waard. 1 hour later. En kijk in onze pan van liefde. Onze uitjes zijn helemaal bezig met karamelliseren. Je ziet dus al dat het wat donkerder van kleur geworden is. En je ziet dat het veel minder geworden is. En het staat nu pas een uurtje op en het moet nog een uurtje. Dus wordt het straks nog iets minder, wordt het nog iets donkerder. En dan gaat het nog meer karamelliseren. Waardoor er nog meer smaken omhoog komen. Laat dit nog even lekker een uurtje op je vlamverdeler staan. Zo, bam. Niks aan de hand. Je uitjes verbranden niet. Wordt niet bitter. Helemaal niks aan de hand. En het ruikt echt fantastisch. En onthoud nou, als je dit uiensoepje maakt, er zijn geen shortcuts. Neem geen kleiner weggetje van, oh het kan ook op die manier, oh het kan ook sneller. Nee, neem je tijd en neem gewoon de lange weg. Want soms gaat het niet om het einddoel, soms gaat het ook om de weg die je bewandelt er naartoe. Soms gaat het ook om de reis. Dus onthoud dat. 1 hour later. Kijk je in deze pan en deze kleur, dit moet het ongeveer hebben. En als je het proeft, is het gewoon fucking zoet. Het lijkt net of ik er een schep suiker doorheen heb geflikkerd. Maar dit zijn alle suikers die uit de uien zijn gekomen. En het is echt fucking fantastisch. Oeh, kijk dan. Oh. Tijd voor onze alcohol. Frans wijntje. Hier heb ik Sauvignon Blanc. 400 milliliter. Gooi je er gewoon bij. 200 milliliter rode port. En dat flikker je ook gewoon zo. 200 milliliter sherry. Oh, wel lekker. Flikker je ook gewoon zo in de pan erbij. Heb je hier al je overige ui en die gooi je gewoon zo in een pannetje erbij. En waarom doen we 1 gedeelte als laatst? Dan krijgen we een net iets ander structuurtje en net iets andere smaken uit de ui. Dan krijgen we niet het zoete gekarameliseerde, maar dan krijgen we een iets rauwere smaak van de ui. En dat is ook fucking lekker in deze uiensoep. Alle alcohol wat we erin hebben geflikkerd, laten we even 15 minuten even een beetje inkoken. Dat het gehalveerd is. Daarna gooien we zo al onze bouillon erbij. Laten we hem nog even 1/2 uurtje, 3 kwartier opstaan. En daarna is onze uiensoep af. A little longer than a few minutes later. Dit ziet er goed uit, zeg. Kijk, alle smaken. Oh, 15 gram tijm. En heb je hier 2 laurierblaadjes. En dat gaan we samenbrengen tot 1 pakketje. Heb je hier een stukje touw? Doe je het helemaal eromheen. En dan bind je gewoon zo het touwtje helemaal eromheen. We hebben hier ons tuinbundeltje. Die flikker je gewoon zo in een pannetje. Heb hier 1 liter bouillon en die gooi je gewoon zo bij. Nog 1 liter bouillon. Doe je ongeveer 3,5 liter bouillon erbij. En dit laat je nu gewoon een uurtje zachtjes even bubbelen. 1 winner later. Een soepkoppie. En wat gaan we in dit soepkoppie doen? Ons soep
anders is het geen soepkop. Wat gaat er bij een Franse uiensoep altijd bovenop? Een creton, een stukje brood, krokant gebakken. En wat gaan we daar dan weer op doen? Fromage. Lekker man. Je pakt zo je brood en je snijdt even een paar plakjes af. We gaan hier straks, gaan we zo twee cretonnetjes op doen die op onze soep drijven. Ik gebruik een mix van twee soorten kaas. Ik heb hier Zwitserse Gruyère kaas en Zwitserse Emmentaler. En dat gaan we een mix maken en dat gooien we straks boven op ons soepie. Pleuren we het in de oven, laten we het gratineren, want het is een soupe l'oignon gratiné. Dus we laten onze kaas smelten, dat heet gratineren. En dan is onze soep helemaal klaar voor ons mondje. Emmentaler kaas. Beetje met elkaar mengen. Pak van elke soort kaas 250 gram. En dan pak je hier zo een stukje van je brood. En die smeer je gewoon in met een beetje boter. Zo. Andere kant pak je ook beet. Die smeer je ook gewoon een beetje in met boter. Zo ga je gewoon even een paar stukjes insmeren. We hebben hier een pannetje. Die zetten we op. En die laten we even een klein beetje heet worden. Dan hebben we hier onze broodjes. En die doen we zo in de pan. Laat het maar een klein beetje krokant bakken. Dat het een lekker kleurtje krijgt. En dan pak je even iets om te flippen. En dan zie je dat ze een fucking mooi kleurtje hebben. Kijk dan, fucking mooi kleurtje. Draai ze even allemaal om. Kijk dan. Hoor je het? Hoor je hoe crispy ze zijn? Even hier één teentje knoflook, die snij je zo door de helft. Je hebt hier één van je crostini slash croutons. En wat doe je? Pak je de ene helft van de knoflook. En die ga je zo over de andere helft een beetje heen wrijven. En dan smeer je de andere kant ook in. Zo. Je soepie is helemaal klaar. Wat ga je doen? Halen we even laurier en de thyme halen we zo eruit. Hij is bijna op smaak. We doen nog even een half theelepeltje zout erbij. Een half theelepeltje peper. Het is liefde in een pannetje. We zetten even een bakplaat neer. Je gaat gewoon je soepkom helemaal vullen met soepje. Let op. Lekker uitjes erbij. Zo is je kopje gevuld. Je pakt twee van je croutons en wat doe je? Die leg je zo op je soep. Niet bang zijn voor de kaas. Je pakt gewoon een goede hand kaas en die leg je zo op je soep. We zorgen dat de oven alleen hitte van bovenaf geeft. En dan doen we hem zo in de oven. Ongeveer een minuutje of vijf. Wacht tot kaas gesmolten is. A few moments later. Soepje is helemaal klaar. Kijk. En zo ziet een gegratineerde soep eruit. Oeh. We pakken voor de netheid even een bordje. En die zetten we zo op het bordje neer. Dit is sexy op een bordje. En dit allemaal aan de zijkant maakt allemaal gereed uit. Dat hoort bij een Franse uiensoep. Het hoort er overheen te vallen. En dat hoort een tyfussoep te zijn. Doe je zo een beetje groen over je bovenkant heen. En je soep à la oignon gratiné is helemaal klaar om opgegeten te worden. Eet smakelijk. Dat is je Franse uiensoep. Je steekt eigenlijk gewoon zo een lepel erin. En gaat gewoon de soep een beetje omhoog halen. En dit is een beetje wat je wil bereiken. Een mengsel van kaas, brood en kijk de cheese. Oh. En nu moet je niet gelijk een hap nemen. Want dan heb je gelijk een hap lava in je bek. Maar je moet gewoon een beetje blazen. Oh. Ik weet niet wat ik heb geproefd. Want mijn tong voel ik niet meer. Ah. Oh my god. De combinatie van de soep en de kaas en de croton is echt super zoet. Dit is een soepie voor je zieltje. Dit is een soepie, daar heb jij zoveel liefde in gegeven. Dat krijg je nu allemaal weer terug. Maak dit, eet dit, voel de liefde terug naar je hartje stromen. Lekker man.